Wie misstanden wil bestrijden, moet een lange adem hebben. In de Ombudsman komen we daarom geregeld terug op zeurende kwesties en blijven we politici confronteren met de gevolgen van hun beslissingen. In deze laatste aflevering van het jaar vragen we Job Cohen en Emiel Roemer welke kwesties die wij behandelden zij niet willen laten rusten. Hallo, welkom. Hallo, dank u wel. Fijn dat u kon komen. Ja, zeker. Wat is het belangrijkste onderwerp dat de ombudsman heeft behandeld? Nou, ik vind de schrijnende situaties rondom de PGB's. Oftewel de zorg die mensen zelf moeten inkopen. De persoonsgebonden budgetten. De persoonsgebonden budgetten. En als je dan in de uitzending ziet dat mensen die zorg gewoon totaal niet krijgen. Zelfs als er sprake is van terminale zorg. Ja, dan kun je bijna niet droog houden als je naar de uitzending kijkt. We gaan het in de studio bespreken. Maar eerst kunnen we nog eventjes het poedertje opdoen. Al bel je en roep je heel hard door de telefoon tegen die mensen. Ik moet nu terminale zorg. Nu, vandaag, moet ik terminale zorg. Ja, heel erg jammer. Wanhoop deze zomer bij honderden mensen die gebruik maken van een persoonsgebonden budget om zorg in te kopen. Minister Klink voert van de ene op de andere dag een wachtlijst in. Samen met Belangenvereniging Persaldo voert de ombudsman actie tegen deze wachtlijst. Met maar één doel. Kamerleden zover krijgen dat ze tegen Klink in actie komen. En dat helpt. Klink maakt voor een aantal groepen een uitzondering. Toch belanden nog 10.000 mensen op de wachtlijst. Het kabinet besloot onlangs de stop per 1 januari op te heffen. Maar er dreigen nieuwe bezuinigingen. Bijvoorbeeld op kleinschalige woongroepen voor verstandelijk gehandicapten. Als het zover komt, gaan we met de hele club naar het Binnenhof. En dan zeggen we tegen de staatssecretaris, zorg maar voor onze kinderen. Waarom vindt u dat het belangrijkste onderwerp? Direct na de uitzending is er wel wat verbeterd. Maar inmiddels hebben ze de wachtlijst eigenlijk weggekregen door de persoonsgebonden budgetten over het algemeen fors te gaan korten. En dan zie je dus dat mensen die bijvoorbeeld in een wooneenheid zitten, dat die tot meer dan 30% nu gekort worden op een persoonsgebonden budget. En daarmee de zorg niet meer kunnen inkopen die ze nodig hebben. Dus de mensen komen van de regen in de drup. Nou is die wachtlijst die in de zomer is ingesteld door minister Klink, ja, is in ieder geval opgeheven per 1 januari. Bent u daar tevreden? Nee, ik ben zeker niet tevreden. Kijk, heel veel mensen zijn gedwongen naar zo'n persoonsgebonden budget gegaan. Dat had alles te maken met het feit dat 41% van de mensen met zo'n persoonsgebonden budget, dat die niet terecht kunnen bij reguliere zorg. Of omdat die onvoldoende is, of omdat er een enorme wachtlijst is. Dus de reguliere zorg die voldoet gewoon niet aan waar mensen behoefte aan hebben. En daarmee zijn ze dus noodgedwongen zelf op zoek gegaan met zo'n zak geld om te kijken of ze het kunnen krijgen. En als ze dan vervolgens nog eens op een wachtlijst gaan komen, dan heb je natuurlijk een heel groot probleem. Nu hebben ze geprobeerd om die wachtlijst dus op te heffen. Maar de gevolgen zijn wel dat ze fors zijn gaan korten op die persoonsgebonden budgetten. En dan komen mensen eigenlijk van de regen in de drup. Er zijn voorbeelden van mensen in een woonunit, een kleinschalige woonunit, waarvan je nou echt zegt van nou, daar willen we met z'n allen naartoe. Zelfs de regering schrijft in een regeringsverklaring van we willen meer naar kleinschalige zorg. Nou, heb je dat? En dan gaan ze daar meer dan 30% korten op die budgetten. Waardoor zo'n kleinschalig initiatief meteen de kop wordt ingedrukt, meteen de nek wordt omgedraaid. Ja, en daarmee zijn die mensen dus eigenlijk van de regen in de drup gevallen. Welkom. Hoi. Kom erin. Zo, en wat is het belangrijkste onderwerp waar wij aandacht aan hebben besteed in jouw ogen? Wat mij betreft gaat het over het stapelen van onderwijs. De aansluiting VMBO, HAVO. En in het bijzonder de aansluiting VMBO-T, HAVO. Ja, wat jullie daaraan voorbeelden hadden. Een paar van die leerlingen waarvan je zegt van nou, zonder dat die niet onmiddellijk zijn doorgestroomd naar de HAVO. En bovendien met één meisje die dus nu psychologie studeert. En daar is een enorme omweg voor heeft gemaakt. Zit er nog iemand ergens anders? Ik studeer aan de universiteit. Je studeert aan de universiteit, maar ja, je bent geweigerd door een HAVO? Ja. Wanneer was dat? Ongeveer 6 jaar geleden heb ik mijn VMBO-T-diploma gehaald. En toen wou ik graag via de HAVO naar de VWO, naar de universiteit. Maar werd geweigerd omdat ik geen 7 gemiddeld stond voor wiskunde. Toen ben ik een MBO-opleiding gaan doen, een HBO. En toen ben ik aan de universiteit aangenomen. En wat studeer je nu? Psychologie. Psychologie. Ja. Hoeveel
extra tijd heeft dat jou gekost omdat je geweigerd bent door het HAVO? Waarschijnlijk 2-3 jaar. Onderwijs is verschrikkelijk belangrijk. En hier gaat het vaak over kinderen die dus blijkbaar veel meer in hun mars hebben dan wat ze tot nu toe gedaan hebben. En het is voor hen zelf is dat natuurlijk ongelooflijk teleurstellend, om het maar zacht uit te drukken, als dat niet werkt. En het is voor de samenleving ook slecht. Want laten we nou toch proberen om het beste uit iedereen te halen. En het beste uit iedereen halen, daar gaat het hier over. Hey, ik ben Bing, ik ben 16 jaar. Ik heb een VMBOT-diploma gehad en ik mag niet eens naar HAVO. Ik ben Alain, ik heb ook zo'n diploma en ik mag ook niet naar de HAVO. In oktober maakt de ombudsman zich sterk voor de ruim 1000 leerlingen met een VMBOT-diploma die niet mogen doorstromen naar het HAVO. Want hoewel de wet zegt dat het VMBO voorbereidt op het HAVO, stelt 94% van de HAVO-scholen extra cijfereisen. Wie van jullie is geweigerd omdat hij minder dan een 6,5 gemiddeld had? Ons pleidooi om een einde te maken aan deze extra drempels leidt tot discussie in de media en krijgt veel steun in de politiek. Het is een hard cijfer, het is een diploma. En meer ruimte moet er niet zijn. Mijn partij pikt het niet dat er zulke extreme eisen worden gesteld. Toch blijft minister Van Bijsterveld volhouden dat het aan de scholen zelf is om te bepalen wie ze toelaten. Dat je eisen stelt en dat je ook kijkt of leerlingen het kunnen, dat begrijp ik. Maar dit is wel ontzettend veel. En bovendien is het ook helemaal niet de bedoeling. In onze uitzending heeft ook minister Van Bijsterveld geantwoord op deze praktijk. En zij wil eigenlijk de scholen geen haarbreedte in de weg leggen. Zij mogen eisen blijven stellen. Wat vindt u daarvan? Kijk, dat je eisen stelt, dat begrijp ik wel. Maar ik vond dat zij wel erg makkelijk in de richting van die scholen ging. En zei, ja, vrijheid van onderwijs, scholen mogen eisen stellen. En helemaal niet keek op die manier naar het belang van de kinderen. En dus ook uiteindelijk naar het belang van de samenleving. Dus ik vind dat je daar echt steviger in moet optreden. Ik begrijp dat scholen ook moeten kijken naar de vraag van, kunnen kinderen het halen? Maar de voorbeelden die erbij zaten, daarvan, die vond ik zwaar overdreven. En ik vind dat de minister daar wel degelijk ook op moet sturen. Mijn fractie, ook onze woordvoerder, heeft ook een motie daarover ingediend. Heeft juist ook gezegd van, ik vind dat de minister daarop moet letten. En dat juist ook die belangenafweging die erin zit, aan de ene kant scholen die er ook op moeten letten of leerlingen het kunnen. Aan de andere kant datgene wat het belang is van de leerlingen, dat ze dat veel beter in de gaten moeten houden. Aan welk onderwerp vindt u dat wij in 2011 aandacht moeten besteden? Nou, in de zorg is natuurlijk nog een heleboel wat goed uitgelegd zou moeten worden. Als je nu verpleegkundigen of artsen vraagt van hoeveel tijd zijn jullie nou bezig met zaken die niets met zorg te maken hebben. Met bureaucratie, met het invullen van formulieren, met controles. Nou, dan is dat volgens mij echt schrikbarend hoog. Ik heb mensen gesproken die zeggen, ik kan zo 1/3 van alles wat ik moet invullen, dat kan met 1 penstreek sowieso weg. Dat is echt een zinloze, verspilde tijd. En het zou heel goed zijn als een programma als jullie, om dat eens gewoon zichtbaar te maken, waar mensen in de zorg eigenlijk allemaal hun tijd aan moeten verspillen met zaken die niets met zorg te maken hebben. Welk onderwerp vindt u dat wij het komend jaar aandacht aan moeten besteden? We zullen zien dat veel mensen die nu op de wachtlijsten staan voor sociale werkvoorziening, dat die straks niet daar terecht kunnen, omdat daar onvoldoende geld voor is. Dat gaat betekenen dat die mensen die wel iets kunnen, niet in het bedrijfsleven, maar ze kunnen wel iets en ze ontlenen daar ongelooflijk veel eigenwaarde aan, en dat die mensen straks daar niet worden toegelaten, dat ze dat niet kunnen. Ja, dat vind ik schrijnend als dat gaat gebeuren. Ik kan me wel voorstellen dat jullie programma ook nog weer van die mensen opzoekt en dan kijkt wat er met ze gebeurt. Dat lijkt mij een belangrijk programma, onderdeel. Oké, tot ziens. Dankjewel. Graag gedaan en veel succes. Ja. Dit was de laatste aflevering van de Ombudsman van dit jaar. 7 januari zijn we er weer, maar in de tussentijd zitten we niet stil. U kunt ons volgen op onze vernieuwde website ombudsman.vara.nl. En daar kunt u ook een klacht achterlaten over de overheid. Dit was de Ombudsman. Tot in het nieuwe jaar.